politicologie. Meestal is dat helemaal geen goede opmaat om politicus te worden, maar dat, ja, in mijn geval. Ik was het ook helemaal niet van plan hoor, toen ik politicologie studeerde. Ik wilde of journalist worden of gewoon in het onderwijs blijven. Nou ja, goed, dat is er niet van gekomen. Ik ben nu gewoon zelfstandiger, dus ik ben zelfstandig ondernemer. Advies op het gebied van arbeidsmarkt en financiële markten. Dus dat is teksten schrijven, soms een column hier en daar, soms wat dagvoorzitterschappen. En ik ben een boek aan het schrijven over de politiek en hoe het precies werkt. Het is een, ja, het is een mix tussen gewoon een soort van dagboek. Maar ook gewoon op een heel simpele, op een hele makkelijke manier uitgelegd hoe het nou precies eraan toe gaat in de Tweede Kamer. Dus als het goed is ook een beetje een leerzaam boek voor iedereen die wil weten hoe het nou echt gaat in de politiek. Ja. Het welvaartsniveau is nog nooit zo hoog en we hebben ons nog nooit zo ontevreden gevoeld. En wat ik dus heel zorgelijk vind is dat die onvrede wordt gekanaliseerd op moslims. Of Marokkanen, maar als we het heel grof samenvatten, gewoon moslims. Dat er zo ontzettend veel dat meningen en gevoelens een hele belangrijke rol spelen. Nou, dat snap ik, dat is ook politiek. Maar dat dus, als je de feiten tegenovergesteld en dan bijvoorbeeld vraagt, ja, maar wie is daar dan de schuld van? Ja, het debat is wel redelijk simplistisch geworden, ja. Ik heb hier een boekje meegenomen over succes en gebruiken. Ja. Zou jij er eentje willen uitkiezen die jou iets doet? Dat is heel lastig, want er zijn zoveel spreuken en allemaal vind ik ze allemaal gewoon gigantisch interessant. Nou, ik sla er gewoon uit, het is niet per se het beste, maar dat vind ik wel in het, wat we net zeiden over politiek. Deze is van Theodore Roosevelt. De meest succesvolle politicus zegt het vaakst en het luidst wat iedereen denkt. Nou, dat is Wilders. Vandaag is het Wilders, dit jaar. En blijkbaar denken heel veel mensen van dat het slecht gaat met Nederland en dat het de schuld is van iemand anders. Nou, Wilders kan dat heel goed verwoorden. Als je dan nog een beetje machtsdrang hebt, een beetje machtsgen, ja, dan kan je ook nog eens een keertje een machtige politicus worden. Hoe succesvol vind jij jezelf als politicus geweest? Nou, dit kon ik dus echt niet. Misschien op die manier, maar voor jouzelf? Nou, goed, kijk, de dingen waar ik mee bezig was, hè, dit is de belangen van zelfstandigen agenderen en ook bij de financiële markten, eerlijke producten, vond ik eigenlijk wel vanaf. Vind ik wel dat ik dat goed gedaan heb. Ik kan niet zeggen dat ik de wereld slechter heb achtergelaten. Maar goed, ik was graag langer doorgegaan. Dit was echt iets waar, daar heb je minstens 8 jaar voor nodig. Ja, verschillende dingen. Kijk, er zijn mensen die mij geweldig vinden, er zijn mensen die mij vreselijk vinden. Ook omdat ik redelijk uitgesproken mening heb. En zodra je mening hebt, maakt niet uit waar het is, dan vinden mensen de ene helft het geweldig, de andere helft vindt het verschrikkelijk. Dus dat. En uiteindelijk in die kandidaatstellingscommissie komt er dan een compromis uit. Dus als de ene zegt ze moeten in de top 20 of in de top 10 en de ander zegt nee, ze moeten helemaal af. Ja, dan was dat ongeveer het midden waar ze uitkwamen. Ja, en er waren gewoon best wel wat mensen in die kandidaatstellingscommissie die ik dan oud-links noem. En die, er is ook niet echt geselecteerd op of je outspoken bent. Wat iedereen ook zegt, het is een beetje een hele brave lijst geworden. Er zijn ook andere mensen erg laag gekomen, waarvan ik denk, die zijn ontzettend goed. Maar ja, ze zijn kritisch, ze zijn anders. Nee, echt nauwelijks. Het ging daar eigenlijk nauwelijks over. Er was één keer even een kwestietje weer over de datum van de erkenning van de onafhankelijkheid van Indonesië. Maar dat heeft ook helemaal niets gedaan. Ook niet, ik zat ook niet in de commissie Buitenlandse Zaken, die daar, nou, dat is typisch zo'n kwestie die daar ligt. Nee, er is helemaal niets over gebeurd. Maar goed, het is natuurlijk al heel erg lang geleden dat wij zo'n bijzondere band hadden, of überhaupt dat de tijd dat Indonesië een kolonie was, of dat er nog heel veel mensen uit Indonesië naar Nederland kwamen. Het is al zo lang voorbij, dus het is gewoon geen issue meer. Als het over Indonesië gaat, gaat het meestal gewoon over de handelsbetrekkingen. Ja. Maar er was op een gegeven moment ook nog de erkenning van de. Er was op een gegeven moment zo'n massamoord geweest in dat dorpje. Rabakadee. Daar is nog even over gesproken in de commissie buitenland. Nou, dan werd het weer hetzelfde. Dus links wilde dan weer dat Nederland excuses aanbood. En ook gewoon de slachtoffers financieel ging bijstaan. En rechts wou het niet. En uiteindelijk inderdaad is een meerderheid van de Nederlandse parlement is toch rechts. Dus dat is het niet gekomen. Nee, maar dat is op zich dus nu allemaal gewoon normale buitenlandse politiek geworden. Ja. Maar dat was op zich mijn portefeuille niet. Bedoel, je hoort er wel van. Je spreekt af en toe in de fractie wel wat het standpunt zou moeten zijn. Maar ook dat, nee, daar geen kwesties van. Ja, vind ik eeuwiglijk zonde. Het was volgens mij, wanneer is de laatste keer dat staatsbezoek? Nou, volgens mij decennia geleden.
En dan een knulligheid, ja, en vooral ook, ook al wordt het natuurlijk ontkend, dat zou dan officieel gaan vanwege de Molukkers die hem dan zou willen aanklagen, dat hij daardoor beledigd is. Maar ik denk ook gewoon alles bij elkaar opgeteld, ook het klimaat en zeker Wilders uitspraken. Ja, ik begrijp heel goed dat hij daar gewoon geen zin in heeft om naar het land te gaan. Waar sowieso natuurlijk al nog steeds een heel gevoelige relatie ligt vanwege het koloniale verleden. En dan kom je daar en dan zijn en de Molukkers, zeg maar, die je willen aanklagen. En vervolgens Geert Wilders die je religie continu beledigt. Ook al zegt de rechter dat het officieel geen belediging is. Het is natuurlijk gewoon beledigend wat Wilders continu zegt. Dus ja, ik vind het heel erg jammer. En ook dat de minister van Buitenlandse Zaken wat dat betreft ook niet Wilders gewoon eens eventjes een flinke op zijn lazer heeft gegeven. Ik begrijp gewoon eerlijk gezegd niet hoe zo'n charlatan, zo'n intrigant eigenlijk, zo ontzettend de Nederlandse politiek, maar dus ook onze buitenlandse betrekkingen kan schaden. Want het is niet, ik vind het niet alleen maar gewoon jammer voor de onderlinge relaties. Het is ook een hartstikke belangrijk handelspartner. Gewoon ook eventjes financieel denken, jongens. Ja. En ook voor al dat toerisme van Nederland. Ja, ook heel veel Indische Nederlanders die graag af en toe weer eens teruggaan naar Indonesië. Is allemaal gewoon niet leuk. Nu zitten de Indonesiërs er minder mee dan wij vaak denken. Maar ik vind het onprofessioneel, onhandig, onnodig. En alleen maar omdat meneer Wilders zo continu zijn principiële puntje moet gaan zitten maken. Het is allemaal gewoon eigen geilerij. En wat ik nog niet weet, is hij nou uit op macht? Of vindt hij het gewoon ontzettend leuk om alles kapot te maken? Dat weet ik gewoon niet. Nou, pas toen ik dus op mijn 25e of mijn 24e, 23e ongeveer, toen ging ik voor het eerst naar Indonesië voor een onderzoek wat ik deed voor mijn studie. En toen had ik dus die ervaring, goh, ik ben niet alleen maar Nederlands. Pas als je uit Nederland komt en echt totaal wordt ondergedompeld in een andere cultuur. En zeker toen, ik kende toen helemaal niemand. Ik ging helemaal in mijn eentje erheen. En door die culture shock, zeg maar, heb ik heel snel geleerd van, oh ja, ik ben Nederlands. En al heel snel maakte ik daar vrienden en vriendinnen. Die me allemaal gewoon, wat hen opviel aan mij, vertelden ze dan. Hè? Dus dat Nederlands lopen, flap, 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 lopen, zo. Terwijl Indonesische vrouwen, die schrijden heel erg mooi en statig. Maakt niet uit hoeveel ze met zich meedragen. Die schrijden vaak statig gewoon door de straten. En dat ik heel erg direct was. Nou, dat noemt het eigenlijk gewoon bot. Als Nederlander ben je echt bot. Dat is dan wel, hè, dat weten wij Nederlanders wel. Maar als je vrienden op een gegeven moment vertellen van, nou ja, weet je, je hoeft het ook niet te zeggen. Hè, dat je iets niet lekker vindt of iets moois. Dat kan je ook anders zeggen. Dan denk je, oh ja, dat bedoelen ze natuurlijk met het botte Nederlandse. En toen ik in Nederland kwam, vond ik het ook weer heel erg moeilijk om weer zomaar zo Nederlands te zijn. Omdat ik ook alweer had geproefd hoe prettig het is om in een, dit is die culturele gebruik in Indonesië. En of het nou Indisch is, moet ze zeggen dat alle Aziaten indirect zijn en een totale andere opvatting hebben natuurlijk ook over wat beleefd is. Ja. Maar het Nederland is natuurlijk ook gewoon Nederlanders zijn, vreselijk pot. Maar toen heb ik dat ontdekt dus, hè, omdat ik en Nederlands was, maar dat er ook wel, ik kan niet zeggen dat ik Indisch of Indonesisch ben, maar dat er dingen zijn in die andere cultuur die ik graag zou willen hebben. En moet ik zeggen dat ik volgens mij, maar goed, dat zou je aan mijn vrienden en familie moeten vragen, dat ik in de loop van de jaren wel wat minder bot en direct ben geworden. Dat kan nog steeds zijn, maar ik was vroeger echt heel erg vreselijk. Ik ben natuurlijk heel vaak uitgescholden. Poep Chinees, pinda, brillenjood, toen ik nog een brilletje droeg. Neoliberaal, echt, mensen schelden je continu van alles uit als je niet de standaard bent, namelijk een blanke witte man. Ja. En ik zat me te bedenken, heb ik nou ooit iemand uitgescholden vanwege zijn uiterlijk? Nee, ik denk het niet, omdat ik als kind zo verrast, verbaasd en gekwetst was dat ik in één keer poep Chinees of pinda werd genoemd. Dus daar heb ik heel lang over nagedacht. Toen als kind van, ja, maar wat heb ik fout gedaan? Heb ik dan misschien in de poep getrapt of zo? En heb ik dan spleetoog? Zie ik er zo Chinees uit? En je komt dan heel erg, word je dan, en waarom schelden ze me dan daarvoor uit? Mm-hmm. En die verwarring en die verbazing zou ik denken van, ik zou dat nooit doen. Mensen op hun uiterlijk uitschelden. Kijk, als ik boos ben op het gedrag van mensen, ja, dat ben ik wel. Dan kan ik ook wel zo boos worden dat ik ga schelden. Mm-hmm. Maar niet op hoe iemand eruit ziet. En dat drijft je natuurlijk wel in de politiek. Dat je ziet dat er allerlei ongelijkheden en onrechtvaardigheden zijn in de samenleving. Niet per se in de politiek. Die gebaseerd zijn op uiterlijk. Toen in de jaren 50 heel veel Indonesiërs hier kwamen. En Indo's en Nederlands-Indische mensen. Nou, hoe we ze ook allemaal noemen. En ook veel mensen uit Molukken.
dat waren allemaal zwartjes en dus per definitie lui. En het was gewoon veel lastiger om dan een positie in de samenleving te verwerven. En het onrecht en de discriminatie die komen gewoon omdat mensen gewoon onderscheid willen maken, dus discrimineren. En dan op iets waar je niets aan kan doen, namelijk hoe je eruit ziet en waar je vandaan komt, dat heb ik altijd vreselijk onrechtvaardig gevonden. Dus dat drijft me wel. Maar ik ken eigenlijk heel weinig mensen van onze generatie die thuis Indisch zijn opgevoed. Wat het nog zijn mogen trouwens. Mijn vader was heel erg Nederlands, gewoon uit de Gouda. Echt Calvinistisch Nederlands, uit een echt oer-Nederlands gezin. En mijn moeder is in de begin jaren 60 naar Nederland gevlucht. Maar zij zijn te behoorlijk Nederlands opgevoed, zoals heel veel Indische families of Chinees-Indische families. Ze zijn naar Nederlandse school gegaan, ze kennen niet eens, ze kennen een woordje Pasar Malayu, dus de straattaal van toen, en al helemaal geen Bahasa Indonesië. En zijn ook gewoon opgegroeid bij Lobit, komt de Rijn ons land binnen en dat soort dingen. Dus er was natuurlijk wel een zweem van Indischheid en vooral bij mijn opa en oma thuis, maar dat was nooit benoemd. Het was, ik denk dat dat voor heel veel Indische families geldt die ook zo'n, ja, op een hele nare manier het Indonesië zijn gevlucht. Daar werd eigenlijk nooit over gesproken, dat is taboe. Dus je wist wel dat het, ik wist wel dat bij mijn opa en oma Ong, dat was dus mijn Indische familie, dat het daar totaal anders was dan bij opa en oma Vos. Maar wat precies en waarom? Als kind denk je gewoon, dat zijn die opa en oma, dat zijn die opa en oma. Maar bij mij thuis, dus gewoon bij mijn ouders en ik en mijn vijf broers, we zijn vreselijk Nederlands opgevoed. Voor mijn opa was het op een gegeven moment, mijn opa en oma was het op een gegeven moment gewoon, die wilde ook, die durfde ook niet terug. Dat was nog te pijnlijk. Volgens mij is mijn opa nog wel één keer, vlak voordat hij overleed, nog een keer daar geweest. En voor mijn ooms en tantes en mijn moeder lag het iets verder terug, maar die hebben ook veel jaren niet geweest. Ik weet nog wel dat mijn moeder, toen ik daar voor de eerste keer zat, toen ik 23, 24 was, toen ging zij voor de eerste keer terug nadat ze gevlucht was. En ze heeft de eerste dagen peentjes gezweet. Ze was zo bang dat er weer mensen met klawangs en messen zouden komen. En kijk, we zaten in de taxi van het vliegveld naar waar ik zat. En die taxichauffeur die probeerde mij weer op te lichten. Dus ik begon een beetje te schelden tegen die taxichauffeur. Nou, mijn moeder zat, dat wist ik helemaal niet, had ik helemaal niet door. Maar die zat achter in de auto helemaal verstijfd. Van, oh, hij gaat ons zo meteen vermoorden. Want we zijn Indo-Chinezen en ze is zo arrogant, die dochter van mij. En ik was gewoon, wat heet je dat met taxichauffeurs? Gewoon van, ja, potverdorie niet omrijden. Want ik moet daarheen, ik weet de weg ook wel. Dus ik wil gewoon dat je gewoon direct daarheen rijdt. Dus nou ja, een beetje mopperen met een bobber, maar die taxichauffeur, ja, dat was gewoon heel normaal wat te doen. Want mijn moeder, die durft toepassen. En daarna is zij wel weer heel vaak geweest. Ik ga deze winter wel met mijn vriend. Mijn vriend heeft ook een klein spoortje in Nederlands-Indië liggen. Hij is er nog nooit geweest en thuis werd bij hem ook nooit over gepraat. Zijn vader is daar geboren en die zijn uiteindelijk ook na de oorlog gevlucht. Maar bij hem is dat nog veel minder manifest dan bij ons. Dus we gaan voor het eerst met z'n tweeën naar Indonesië. Oh, ja, ja. En mijn broer nummer 4 gaat volgend jaar met zijn vrouw en zijn twee kleine kinderen en mijn moeder gaan ze ook een paar weken. Maar dat is ook pas nu en ik hoorde ook laatst van mijn ooms en tantes dat ze ook weer na jaren zijn geweest. Dus dat begint nu allemaal wel weer te komen. Je moet vooral doen dat wat je ontzettend leuk vindt. Er is mij ook vaak gezegd, maar voel je dan niet Indisch? Ja, ontdekken, maar je kunt niet mensen dwingen of echt de vragen of ze zich op een bepaalde manier voelen of zijn. Maar het, ja, ik zou wel zeggen van je bent op zoek naar je route. Het is vreselijk leuk en soms kom je inderdaad ook gewoon allerlei dingen van jezelf of van je familie tegen. Die nou ja, wat bij mij ook is gebeurd, die op een gegeven moment je ontwikkelen. Maak je soms zachter, beter, slimmer. Er gaat echt een hele wereld voor je open. Maar nou, in zijn algemeenheid, doe vooral wat je verschrikkelijk leuk vindt. Want dan word je echt de allerbeste erin. Volgens mij heb ik die ook ergens hierin zien staan. Okay. Ja.